Het belangrijkste en opmerkelijkste nieuws uit de afgelopen week op een rij. Dit is het Brabant in Nieuws weekoverzicht. Ik ben Erwin Veenstra. Goeiedag. Het carillon van het gemeentehuis in Rijen heeft er sinds maandag weer 20 nieuwe nummers bij. Waaronder die van Chrisip, Caro Emerald en Nick en Simon. De inwoners van Geels Rijen konden hun favoriete nummer aandragen. Uit het carillon in de toren van Geels Rijen klinken vanaf maandag 20 eigentijdse melodieën. Van Chrisip tot Sting en van Caro Emerald tot Ralf Makkenbach. Net als een jukebox kun je een nummer gewoon instellen. We hebben gevraagd aan de inwoners om ideeën aan te leveren voor nieuwe melodieën. En die hebben wij bekeken en daarvan hebben we een aantal uitgekozen. En die zijn gemaakt speciaal voor dit carillon, het 17 klokken carillon. En die 17 klokken, daar zit dan ook net de moeilijkheidsgraad. Er is maar een zeer beperkt gebied bij dit carillon. Het is maar anderhalf octaaf. Dus je kunt een melodie plus nog wat basnoten of een wat topnoten eroverheen. Maar het is dus best moeilijk om een goed arrangement te maken. Hoewel er vorig jaar 50 mensen hun inzendingen sturen, maand dit jaar nog maar 15. Nou, we hebben gevraagd om melodie aan te reiken voor te maken op het carillon. En dat kunnen ze doen door middel van een nummer op een cd te branden. Die konden ze aan ons opsturen en kregen ze daarna een lege cd kregen ze terug. Dus als het ware, zo kregen we de nummers die mogelijk op het carillon zouden kunnen gemaakt worden. Hè, want er moeten nogmaals 17 klokken. Het kan niet elke melodie kan erop gespeeld worden. Ik vind het heel gezellig om het in de buurt te hebben. Ik vind het heel gezellig. Het is een herkenbaar punt hier. Ja, ik woon hier al 40 jaar, dus. Ik vind het wel heel gezellig klinken. Ja, het hoort wel een beetje bij een dorp. Het is wel vrij gevarieerd. Het zijn steeds andere melodieën, dus ja, mag voor mij wel blijven. En voor mijn kleinkinderen is het wekmoment. Ja, dus. Want om 8 uur gaat de eerste klok. 7 uur, dus dan zeg ik altijd, dan mag je opa en oma komen. Als je binnen bent hoor je hem eigenlijk nooit. En als je buiten loopt dan om het half uur, maar je raakt eraan gewend zoals je naast het spoor woont, dan merk je dan ook niks meer van. Het hoort er gewoon bij. Dus. Je heeft er geen last van? Absoluut niet. Je merkt het pas als hij het niet doet. Dan wordt het stil. En ik vind het gewoon heel gezellig. Nou, hoe meer melodietjes, hoe gezelliger het wordt eigenlijk. Hè. Het is wel leuk om elke keer iets anders te horen. En vroeger was het een beetje oudbollig. Maar nu wordt het steeds gezelliger. Er worden meer eigentijdse nummertjes ook soms. Niet altijd, maar soms. Dus dat is wel gezellig. Wordt u er niet gek van? Om het half uur gaat hij. Nou, dat maakt me niet zoveel uit. Nee, ik woon te ver vandaan om thuis te horen. Dus het is alleen maar als ik eens langs fiets. Dus verder, ik vind het prima. Okay. Ja? Dank u wel. Graag gedaan. Ja. Brabantse veehouders die willen uitbreiden en daarmee Europees beschermd natuurgebied zwaarder belasten, mogen dat voorlopig niet doen. De Provinciale Staten heeft daartoe een vergunningsstop ingevoerd. De betreffende boeren kunnen daardoor niet meer vee houden, ook al hebben zij daar weer andere vergunningen voor. Nadat de werkgroep Behoud de Pil bezwaren indiende tegen al verleende vergunningen, kwam de provincie er namelijk achter dat er fouten zitten in de registratie. Rond de pilreservaten blijken veel oude vergunningen te zijn opgenomen. Die werden gebruikt om eerdere veeuitbreiding rond Europees beschermd natuurgebied mogelijk te maken. Nu dat aan het licht is gekomen, zullen deze vergunningen vermoedelijk sneuvelen bij de rechter. Of en wanneer de vergunning stop wordt opgeheven, is niet bekend. Artsen in het Sint-Elisabeth ziekenhuis hebben voor het eerst een nieuw model neurostimulator voor ruggenmerg geïmplanteerd. Het apparaat maakt gebruik van motion sensing. En deze technologie wordt ook gebruikt door de iPhone en de Nintendo Wii. De techniek uit onder meer de iPhone hebben artsen uit het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Tilburg nu toegepast op het menselijk lichaam. Twee patiënten maken inmiddels gebruik van het innovatief apparaat voor ruggenmergstimulatie. Het apparaat is bedoeld eigenlijk als een verbetering op de huidige techniek die toegepast wordt bij mensen die een zenuwwortelletsel hebben. Bijvoorbeeld als gevolg van een operatie, een hernia-operatie bijvoorbeeld, of een hernia zelf. En waarbij er door chronische ontsteking bijvoorbeeld een letsel kan ontstaan, waardoor de zenuw niet herstelt en een zenuwpijn in de arm of been blijft geven. De pijn kan verholpen worden door een geleidingsdraad in de buurt van de ruggenmerg te implanteren. Het apparaat geeft elektrische pulsjes af die ervoor zorgen dat een normale pijnprikkel geblokkeerd wordt.
Zo'n apparaat met afstandsbediening voor de patiënt bestaat al een tijdje. Het is als je gaat staan, dan moet je hem wat harder zetten. Want dan is de elektrode wat verder van de zenuw als dat hij is, als dat je bijvoorbeeld ligt. Want dan is alles wat platter op elkaar. Dus dan voel je de stroom al snel als te hard. Dus als de patiënt die is bezig met het harder en zachter zetten van de batterij gedurende de dag. De nieuwe batterij die denkt daar zelf over na. Dus wat je ziet is dat de batterij merkt van, oh, nou staat de patiënt, dus nou moet ik dit niveau qua stroom pakken. Nou ligt de patiënt, dus dan zet hij hem automatisch zelf zachter. Eigenlijk klinkt het best raar. Stroomstootjes uitdelen om pijn te verzachten. Zonder heel technisch te worden, is het ene verklaring. De ene kant van het verhaal is dat je heel simpel gezegd een zenuw gewoon voor de gek houdt. De patiënt voelt de hele lichte stroomstootjes en dat leidt zodanig af dat de pijn niet meer wordt doorgegeven. En het tweede stukje van het verhaal is dat we weten bij chronische pijn, dus dat is heel andere pijn dan na een operatie, dat er ook dingen in de zenuwverbindingen veranderen op bijvoorbeeld ruggenmergsniveau. Ook in de hersenen, maar ook op ruggenmergsniveau. En die veranderingen blijkt het door continu hele kleine stroompjes te geven, dat je die veranderingen als het ware weer teniet doet, waardoor je een soort resetting, dus het opnieuw eiken van die zenuwverbindingen. En dat geeft dan een pijnvermindering. Dit is de batterij die dus in de buik wordt geïmplanteerd. Die zit onder de huid en met de afstandsbediening kun je de batterij aan en uit en hoger en lager zetten. Met de nieuwe batterij heb je die afstandsbediening dus niet nodig, want die denkt zelf na. De batterijen zijn op afstand oplaadbaar, maar ook deze raken net als bij een iPhone een keer op. En dus moet de patiënt na 10 tot 15 jaar opnieuw onder het mes. En dat is dan gelukkig een hele kleine operatie, want de elektroden en alles dat kan op zijn plaats blijven. Maar dan hoef je alleen de batterij die onder de huid oppervlakkig zit te vervangen. Moet het Eindhovense Van Abbemuseum een Rijksmuseum worden? Cultuurwethouder Marianne Schreurs vindt van wel. De gemeenteraad lijkt het met haar eens te zijn. Het Van Abbemuseum is een gemeentelijke instelling en staat nu voor 4,6 miljoen euro op de meerjarenbegroting. Zou het een Rijksmuseum worden, dan moet de instelling dus ook uit rijksmiddelen worden gefinancierd. Vorig jaar gaf het college van BMW aan 2 ton te willen bezuinigen op het Eindhovense Museum. Vergeleken met andere voorgestelde cultuurbezuinigingen valt dat bedrag mee. Zo zijn de plannen om 1 miljoen euro te korten op het Centrum voor de Kunsten. En op de bibliotheek gaat het om een bedrag van maar liefst 3 miljoen euro. Volgens de PvdA, Ouderen Appel en de SP moeten de cultuurbezuinigingen eerlijker worden verdeeld. Zij zien het Van Abbe graag een Rijksmuseum worden. Alleen D66 heeft aangegeven daartegen te zijn. 350 kilo hash, 5 kilo cocaïne en miljoenen aan contant geld en vuurwapens. Dit is aangetroffen op een van de adressen waar de Taskforce georganiseerde criminaliteit dinsdag en woensdag invallen deed. Voor ons aanleiding om de straat op te gaan met de vraag of Brabant een heuse wietprovincie is. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ja, dat durf ik dus ook niet te zeggen. Ik weet niet of de controle hier überhaupt groter is dan bij wijze van spreken in Utrecht. Dus ja, wat is groter? Ja, ik denk dat ook het beleid een beetje allemaal in de hand werkt. Hè? Want ze laten het aan de ene kant een beetje toe. Vraag en aanbod waarschijnlijk, ik weet het niet. Tijdens een persconferentie in de gemeente Breda gaven burgemeester Van der Velde en hoofdofficier van justitie Hillena toelichting op deze uitzonderlijke vondst. We hebben gisteren een grote hoeveelheid geld in beslag genomen, loopt tot in de miljoenen. We hebben aangetroffen harddrugs, cocaïne, ongeveer zo'n 5 kilogram, 350 kilogram hash. We hebben vuurwapens aangetroffen, een automatisch wapen, we hebben springstof aangetroffen en allerlei waardevolle goederen, waaronder een auto die we in beslag hebben genomen. Goed dat we deze narigheid hebben gevonden, maar je schrikt natuurlijk omdat het gaat om een combinatie van drugs, explosieven en wapens. En dat overstijgt toch je fantasie. Een verrassing is wel de omvangrijkheid. Het gaat natuurlijk om een gigantische vondst. En tegelijkertijd ook een verrassing, een negatieve zin, dat mensen die zich met een productie van drugs bezighouden of drugs gerelateerd, zich ook mogelijk bedienen van een grote mate van gewelddadigheid. Dat strekt tot zorg. Tijdens de actie zijn op dinsdag in Breda en Tilburg 18 kwekerijen opgerold, 16 growshops gecontroleerd, waarvan 2 gesloten en 14 personen aangehouden.
Woensdag zijn in Eindhoven en Helmond en omstreken tenminste 4 kwekerijen gevonden. Dit zegt dat de reden waarom we deze taskforce in het leven geroepen hebben, dat die wel heel erg bevestigd wordt. Dit is wel een indringend voorbeeld van de georganiseerde criminaliteit achter de hennepteelt. Georganiseerde criminaliteit heeft het in zich om met name toch in eigen kring te blijven. Hè? Dus een directe onveiligheid, daarvan zou ik niet willen zeggen dat die hieruit voortvloeit. Maar alertheid, daar zijn we zeer mee gebaat. Hè? Dus als je weet dat bij je buren een hennepkwekerij is, geef dat door. Via meldmisdaad anoniem of nou, je kunt ook rechtstreeks de politie bellen. En dat helpt ons ook om zicht te krijgen op de hennepkwekerijen. En dat helpt ons ook om onze informatiepositie te verbeteren. En dat helpt ons weer om slagvaardiger te zijn in onze aanpak. En als dat nou bijvoorbeeld bij u in de straat, als u denkt, nou, misschien in dat huis zit daar wel een lied, zou u dat aangeven? Ja, ik denk het wel. Ja. Want die overlast, dat roept alles op. En dan krijg je inderdaad op termijn inderdaad veel meer last mee als dat je gemak ervan zou krijgen. Nou, het zal je buurman zijn. Die op zolder het een en ander nodig vindt om te kweken. En het gaat niet goed. Niet verzekerd. Dus ziet je geld maar terug, dan krijg je tent afgebrand is. Ja, het is moeilijk om dan daarover te gaan klikken. Maar als het erg zou zijn, dan zou ik daar toch wel bij de politie naartoe gaan. Zij het via een kliklijn. Dan zou ik eerst met de criminelen gaan daten voor hun geld en dan gaan shoppen en dan zou ik ze aangeven. De Stichting Brabants Landschap roept haar donateurs op om natuurbewust te stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Volgens de stichting bepaalt niet de overheid, maar de provincies steeds meer het beleid op het gebied van natuur en landschap. De stichting geeft geen stemadvies, maar vraagt begunstigers wel te letten op wat hun politieke partij in petto heeft wat betreft natuur en landschap. Ook wordt de donateurs gevraagd om kennissen te vragen, ook sympathisant van de stichting te worden. Bisschop Anton Hurkmans uit Den Bosch is weer aan het werk, nadat hij in december met ziekteverlof ging wegens oververmoeidheid. Volgens het bisdom is de 66-jarige bisschop goed hersteld en blij dat hij weer aan de slag kan. De afgelopen maanden werden zijn taken waargenomen door de hulpbisschoppen Rob Mutsaas en Jan Liessen. Dit was de tweede keer dat bisschop Hurkmans enkele maanden uit de running was wegens ziekte. Bisschop Anton Hurkmans uit Den Bosch is weer aan het werk, nadat hij in december met ziekteverlof ging wegens oververmoeidheid. Volgens het bisdom is de 66-jarige bisschop goed hersteld en blij dat hij weer aan de slag kan. De afgelopen maanden werden zijn taken waargenomen door de hulpbisschoppen Rob Mutsaas en Jan Liessen. Dit was de tweede keer dat bisschop Hurkmans enkele maanden uit de running was wegens ziekte. De medewerkers van het Osse MSD hebben woensdag slecht nieuws gekregen. De gesprekken van de directie met mogelijke overnamekandidaten hebben niets opgeleverd, waardoor ruim 2000 banen op de tocht staan. Het farmaceutische bedrijf gaat nu interne mogelijkheden onderzoeken om wellicht een aantal onderzoeksbanen te kunnen behouden. Wij zijn heel erg boos en teleurgesteld. En mijn collega's, en dan met name de mensen die met 2 personen hier bij Organon werken, en dat zijn er nogal wat, daar komt dat ook heel hard voor aan. Vooral teleurgesteld eigenlijk. Dat de deal niet doorgaat. We hadden hoop gehad dat er iets uit zou komen. Er is meer dan een half jaar onderhandeld. En er waren ook al wel wat positieve berichtjes in de pers. En daar hebben we toch onze hoop uitgehaald. Het is MSD niet gelukt een overnamekandidaat te vinden om te voorkomen dat bijna de helft van de 4500 banen verdwijnt. De ondernemingsraad en de vakbonden zeggen dat het Amerikaanse moederbedrijf Merck de aangekondigde reorganisatie wil doorzetten en een deal met een overnamekandidaat heeft tegengehouden. Dat bericht hebben wij ook gehoord. En daarom gaat de ondernemingsraad en de raad van commissarissen samen met de vakbonden een kort geding aanspannen tegen Merck. Dat ze zich niet gehouden hebben aan de afspraak. Ik vind het heel moeilijk om te beoordelen wat daar precies een rol heeft gespeeld. Dus daar laat ik me liever niet over uit. Ja, stekker eruit trekken. We wisten allemaal van tevoren toen we hier in september aan begonnen dat uiteindelijk Merck de beslissing zou gaan nemen. We hebben tot letterlijk vrijdagmiddag hand in hand samengewerkt. Dat voorstel voor een transactie is besproken in de raad van bestuur van Merck en is uiteindelijk afgekeurd.
Dat risico zat erin. En het is ongelooflijk teleurstellend. En heeft Merck ook zich genoeg ingezet om een goede geschikte kandidaat te vinden? Het hele traject vanaf september is onder leiding geweest van de afdeling Business Development van Merck. Ik denk dat iedereen niks kan hebben dan lof voor de inspanningen van de afdeling. MSD stapt nu over op plan B. Het idee is dat we een soort expertisecentrum hier zouden gaan oprichten. Dat is dus geen afslanking van de bestaande research, maar het zou echt iets nieuws zijn. En daarmee zou dat deel van research een plek krijgen in het wereldwijde netwerk van Merck. En daarmee zou Merck, als het gaat lukken, dus feitelijk deels terugkomen op de aangekondigde geplande sluiting. En om hoeveel banen die kunnen worden behouden gaat het dan? Ik ben panisch voor de verkeerde verwachtingen te wekken. En verder is het echt in een ontwikkelingsstadium nog, dus daar kan ik nog niks over zeggen. Heeft u nog hoop? Het is moeilijk. Het is moeilijk. Ik wil hier zo graag blijven. Dit is echt een mooi bedrijf. Dit zijn allemaal prima collega's. Het zijn gekwalificeerde, gemotiveerde mensen. Het is een mooi bedrijf. Het moet hier blijven. De kloostermuren van de Heilige Driehoek in Oosterhout zijn opgeknapt. De gemeente won eerder €820.000 provinciale subsidie met het project Mijn Mooi Brabant. De kloostermuur won de wedstrijd om de lelijkste plek van Brabant. Donderdagmiddag werd die muur opgeleverd. De muur was voor velen een doorn in het oog, maar nu is hij helemaal opgeknapt. En de meningen, ja, die zijn nog steeds verdeeld. Ik vind hem heel mooi. Ja, hij past precies bij het plaatje, zeg maar. Nou, eigenlijk vind ik hem lelijk. Hoezo? Nou, volgens mij zijn de mensen erachter ook niet blij mee. Hij is gewoon helemaal wit en zo. Eigenlijk had hij ouder moeten zijn. Oh, ik vind het wel mooi hoor. Toch wel, ja. Beter dan wat het was? Nou, dat weet ik niet. Dat was toch wel een leuke muur. Ik vind hem wel leuk, maar dit rode, dat had ik mooier gevonden. Waarom? Ja, dat vind ik een beetje meer bij het klooster horen dan zo'n witte muur. Nou, ik vind het in ieder geval wel een stuk aantrekkelijker als die rode muur. Dat moet ik wel zeggen. Maar ja, dat kunstwerk in het midden, daar kan ik me eigenlijk iets niet goed bij voorstellen wat het moet betekenen. Aan de ene zijde is de muur opnieuw gevoegd en opgeknapt. En aan de andere kant prijkt een wat moderne stadsmuur. Bovenop de muur is een driehoekig afdekkapje met verlichting. De restauratie en de opknapbeurt is mede tot stand gekomen door het project Mijn Mooi Brabant. De provincie betaalt ruim €800.000 om de muur op te laten bouwen. Maar ja, ze zeggen van ja, het is van de nonnen, laat ze het zelf maar opknappen. Nou, we hebben met dit geld hebben wij een voorbeeld willen stellen hoe je de lelijke plekken van Brabant of de plekken die echt zwaar onderkomen zijn, hoe je die kunt opknappen. Daar kun je heel veel boeken over schrijven en beleid over maken. Wij hebben gezegd, laten we gewoon de daad bij het woord voegen. Laten zien dat je het snel kunt doen, het goed kunt doen, nou, dan moet je daar gewoon je geld in stoppen. En ik denk dat we liever €800.000 in een mooie muur stoppen dan in nieuwe beleidsstukken en in nieuwe vergaderingen. En nou zien we echt tenminste het resultaat van ons werk. En ik gun het de nonnen van harte dat ze aan de ene kant hun eigen muur aan de binnenkant hebben, maar Oosterhout heeft natuurlijk diezelfde muur aan de buitenkant. Dus het is ook voor alle bewoners van Oosterhout. Een muur mogen we eigenlijk niet meer noemen, het moet een ensemble worden. Ik vind het een ensemble. De combinatie van de zaken die erin verwerkt zijn, vind ik prachtig. En dan moeten we wachten totdat de bomen volgroeid zijn en we echt de groene, nieuwe groene kathedraal van Oosterhout krijgen. Wij hebben een teruggetrokken leven. Normaal komen daar maar weinig mensen binnen. Dat zijn mensen die net als jullie misschien geparticipeerd hebben in de gebedsdienst. Mensen in het gastenhuis, mensen die op gesprek komen. De afgelopen tijd is er veel volk binnen geweest. Maar het was ook een hele ferme betrokkenheid op ons. En ze hebben echt geprobeerd om wat er niet bij ons binnen moest komen, om dat ook niet bij ons binnen te laten komen. Dus daar is goed rekening mee gehouden. Zou u dit ensemble ook in uw eigen achtertuin willen hebben? Ik heb een hele mooie groene haag en daar hou ik het ook bij. Ja. Nu de muur, of in de woorden van de wethouder te spreken, het ensemble af is, kan de rust binnen de muur weer wederkeren. En tot zover het Brabant in Nieuws weekoverzicht. Een heel fijn weekend verder. Dag.